Hi allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel ben ik er vandaag weer met een stenen unboxing slash shoplog. Namelijk, dit keer ben ik er met maar liefst 2 dozen. Ik heb deze hele grote, daar zitten echt heel veel stenen in. En ik heb een wat kleiner doosje. Zoals de afgelopen 2 video's komen deze allebei van Standing Crystal Stone. Dat is een website waar ik heel erg fan van ben, van Diana. Maar wat ik zelf het allertofste vind, zijn haar live sales. Dus deze 2 dozen heb ik allebei zeg maar besteld bij de live sale. Hoe dat helemaal werkt en als je mee wil doen, ik vind het altijd heel gezellig en heel leuk om te doen. Hier zo zie je haar Instagram in beeld. Als je een keer wil meedoen, ze heeft altijd in haar biografie staan wanneer er weer een live sale aankomt. En ook volgens mij ergens een tapje dat je kan zien hoe het werkt. Maar ik moet zeggen, ik heb dus best wel wat stenen nu voor mij staan. Het zijn dus 2 losse bestellingen. De tweede keer ben ik best wel los gegaan omdat ik op dat moment gewoon echt heel erg verdrietig was. En ik heb letterlijk dus gewoon alles gekocht wat ik mooi vond. Dus het is best wel een lange video vandaag. Veel langer dan de andere 2 unboxings. Maar ik hoop alleen maar dat jullie dat leuk vinden. Ik zal de website en Diana haar Instagram van Standing Crystal Stone hieronder linken. Mocht je interesse hebben om op de website te kijken of een keer met een live sale mee te doen. Op de website staat meestal niet heel erg veel. Voornamelijk doet ze via Instagram. Met dat allemaal gezegd hebben, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Maar 1 druk op die rode knop is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu in alle stenen gaan duiken. Oh, trouwens, zoals ik vergeten te zeggen, maar ik heb weer heel erg mijn best gedaan om alle stenen op te zoeken, zodat ik erbij kan zeggen wat hun werking is. Zelf koop ik stenen omdat ik het gewoon heel erg mooi vind staan in ons interieur. Ik geloof niet helemaal, zeg maar, in werking. Misschien dat het werkt zou alleen maar een mooie bijkomstigheid zijn, zeg maar. Maar ik hou voornamelijk gewoon van hoe ze eruit zien. Maar voor de mensen die daar wel interesse in hebben, heb ik dus allemaal opgezocht en opgeschreven. Dus dat zal ik erbij oplezen als ik de stenen omhoog hou. Laten we als eerste beginnen met het doosje. Het eerste doosje wat ik heb ontvangen, dat was van de eerste live sale. Laten we maar gelijk met mijn favoriete steen van deze live sale beginnen. Want dat is deze echt prachtsteen. Kijk hiernaar. Hij is echt mega. Deze heb ik dus gekocht met een statief. Deze verkoopt ze de laatste tijd iedere keer los erbij. Volgens mij vraagt ze er 5 euro voor. Deze kan ik hier opzetten. Ik vind het een beetje eng om omhoog te houden op het statief. Maar deze kun je dus zelf aanpassen. Een beetje breder zetten en zo. En dan kun je hem erop leunen. Dus dan staat hij hierop rechtop. Hij blijft niet van zichzelf rechtop staan. Dit is een stillbeat cluster. En deze heeft een positieve werking op hersenen en gewrichten. Ik vond hem gewoon echt prachtig. Het is een beetje dat peach blush roze kleurtje wat ik heel erg mooi vind. Past perfect in ons interieur. En hij heeft een soort van... Mij doet het haast een beetje denken aan bloemen. Ik weet dat sommige mensen dat misschien vergezocht gaan vinden. Maar ja, er zitten allemaal een soort van bloemetjes in, vind ik. En hij lijkt haast nat. Maar als je hem aanraakt, dan heb je door dat hij niet nat is. Maar hij heeft echt zo'n glans eroverheen, alsof hij nat is. Ik vind hem echt zo ontzettend cool. En trouwens, dat heb ik niet gezegd, maar aan de achterkant zie je nog een stukje gewoon steen, hoe hij eruit zag aan de buitenkant. Niet zo spannend dus. Ik vind dat altijd grappig, dat je dan kan zien van aan de buitenzijde zag je eerst dit. En gewoon aan de binnenkant zat deze beauty. Zo ontzettend cool. Echt, hij is echt heel erg groot. Ik ben er heel erg blij mee. Ik ga trouwens vandaag even de zakjes overslaan, maar bij beide bestellingen krijg je altijd heel leuk een zakje met wat kleine knuffelsteentjes en wierook. Dat doet ze altijd bij elke bestelling. Ik ga er vandaag niet even langs, omdat ja, ik heb gewoon al zoveel stenen om aan jullie te laten zien. Maar weet dat als je bij haar bestelt of via een live sale of via de website, dat je altijd dit erbij krijgt, wat heel erg leuk is. Dan ook, en dit is een leuk verhaal, want deze had ze bij volgens mij 2 of 3 live sales geleden verkocht ze deze en die wilde ik heel graag hebben. Maar hoe het werkt bij de live sale is dat je moet claimen. En iemand was mij net voor. En daar baalde ik heel erg van. Dus ik had haar een tijdje geleden gecontacteerd dat ik graag ook zo'n maanschaaltje wilde. En of ze die speciaal voor mij kon inkopen. Dat ik het zeg maar van haar zou kopen. En het is alsof deze voor mij voorbestemd was. Want die persoon heeft er vanaf gezien. Wat niet de bedoeling is met live sales. Als je iets claimt, dan is het van jou. Als je dan vervolgens niet reageert of niet betaalt, dan word je geblokkeerd en kan je nooit meer meedoen aan de live sale. Dus dat is niet iets wat je normaal kan doen, zeg maar. In de zin van, je zou het kunnen doen, maar dan kan je nooit meer meedoen. Dus ik zou het vooral niet doen. Maar het is dus alsof deze voorbestemd was. Hij is zo ontzettend mooi. Het is dus een maan roze kwarts schaaltje. Het is echt een schaaltje. En deze wilde ik heel graag hebben om mijn favoriete ringen in te leggen. Dat ik deze misschien of op mijn nachtkastje of bij mijn sieradenster. Zoals jullie weten ben ik dol op manen. Het is roze kwarts, dus ook nog eens roze. Zoals jullie weten ben ik ook dol op roze. Dus ja, ik ben er heel erg blij om. Toen ze zei dat ze hem dus nog had, mocht ik hem zeg maar erbij doen. Dus daar was ik heel erg blij om. En nu heb ik hem. Roze kwarts werkt kalmerend bij verdriet
en trauma en bevordert empathie. Het is gewoon echt de steen van de liefde, wordt ook wel heel vaak genoemd. Heel erg mooi. Ik ben hier super blij mee. Ik denk echt dat mijn ringen hier zo mooi uit gaan zien als ik hier zo... De opleg, ik ben helemaal blij mee. Dan ook, en dit is een beetje een grappig verhaal, maar deze had ik al wel eens gezien bij Diana. En ik dacht iedere keer, dit lijkt op hersenen. Mij doet het heel erg denken alsof je een plakje hersenen hebt, zeg maar. Maar het is wel echt mooi hoor. Als je van dichtbij kijkt, dan glittert en glanst het helemaal. Maar op een of andere manier kon ik gewoon niet stoppen met denken aan de hersensteen. De hersensteen heet Dolomiet. Deze is motiverend, stabiliserend en helpt om jezelf te zijn en je talent tot uitdrukking te laten brengen. Dus dat klinkt heel erg mooi. Het is gewoon mijn kleurenschema en het leek op hersenen. Dat was wat ik er leuk aan vond en kon het gewoon niet uit mijn hoofd zetten. Dus uiteindelijk heb ik een stukje hersenen gekocht. En ook moet ik zeggen, Dolomiet is echt heel erg betaalbaar. Deze steen is best goed formaat. Was 16 euro. Dat is betaalbaar voor stenen, zeg maar. Mijn favoriete steen de laatste tijd is roze amethyst. En roze amethyst is echt best wel een stuk prijziger, zeg maar. Dus hoe bijzonderder het is en zo, hoe duurder het wordt. Maar deze is vrij betaalbaar en ik vind hem zelf heel erg grappig. Dan ook, en ik heb heel veel zin om deze te gaan bevestigen nadat ik deze video heb opgenomen. Ze had namelijk deze telefoon popsocket. Er zit dus ook echt een popsocket aan. En deze is super cool. Alleen ik weet niet meer welke steen het helaas is. Maar het is een vrij rode steen. Ik vind hem heel erg mooi. Deze vond ik heel erg vet. En wat ik ook chill vind is dat ze vrij... ze zijn plat. Dus het past gewoon in je broekzak. Dus daar hoef je niet zorgen om te maken. Want het is niet echt een dikke plak. Maar hij is wel vrij groot in de zin van qua oppervlakte. Dus daardoor denk ik dat het heel comfortabel gaat zijn om vast te houden. Dat hij niet, zeg maar, makkelijk valt. Je telefoon bedoel ik. Dus ja, hier ben ik heel erg blij mee. Toen ze dit had gedeeld in een verhaal, wist ik dat ik deze heel graag wil hebben. Dus ik ben blij dat ik er eentje heb kunnen claimen in de live sale. Dan ook heb ik deze prachtige agaat punt. Of hoe je het ook wil noemen, obelisk. Nee, volgens mij is het echt wel een punt. Agaat komt in zoveel verschillende soorten en zo. En degene die ik zelf altijd mooist vind, zijn de meer witte en de meer bruin tinten. Gewoon omdat dat meer past in ons interieur. Maar je hebt ook hele mooie meer blauwe en groenige en grijs. Dit keer raakte ik echt verliefd op deze. Deze is vrij wit. Hij lijkt haast een beetje op bergjesal, maar hij heeft echt heel veel kleine puntjes erin zitten. Hij is zo ontzettend mooi. Dit is een agaat obelisk. En agaat is aardend, stabiliseert en beschermt. En is ook gewoon heel erg mooi. Ik ben echt heel erg blij mee. Hij is zo cute. Hij is zeg maar vrij kort, maar het is wel een dikketje. Dus hij is wel aanwezig. En Luc's favoriete steen die we hebben zijn agaat. Hij kan er altijd heel lang naar kijken, omdat ze zo mooi twinkelen. Dan ook kocht ik als laatste volgens mij in deze live sale deze lavendel fluoriet. En toen ik deze zag, ik heb al een paar lavendel fluoriet, maar... Toen ik deze zag, schreeuwde gewoon mijn naam, heel eerlijk gezegd. Want ik vond hem zo uniek. Want deze is echt in tweeën gesplitst. De ene helft is haast wit. En de andere helft is heel licht lavendelkleur. Zo ontzettend mooi. Echt die tweesplitsing erin. Het is gewoon grappig. Het is gewoon cool wat de natuur soms kan. Als je dit ziet, dan denk je echt wauw. Ik heb wel een paar lavendelfluoriet punten. Maar die zien er echt weer heel anders uit dan deze. Dat vind ik het hele coole eraan. Sterke heelsteen. En voor het versterken van intuïtie. Daar staat hij voor. Echt heel erg mooi. Ik vind hem heel uniek door die tweesplitsing. Super vet. Heel blij mee. Dan gaan we alweer door naar de tweede doos. En deze zit echt helemaal noekie noekie vol. Ja, de tweede keer zoals ik al zei. Dat is hetzelfde als, weet je, als je honger hebt, moet je geen boodschappen doen. Want dan neem je alles mee naar huis. Ik voelde me verdrietig. Dan moet je geen live sale doen, want dan koop je alles. Maar aan de andere kant heb je er dan ook weer een leuke stenen unboxing. Laten we maar gewoon open gaan maken. Deze zit nog echt helemaal in papier. Oeh ja, deze vond ik heel cool. Kijk dan hoe vet. Dit gaf mij een beetje steenderwijze vibes. Weet je wel, door de vorm. Ik weet dat hij niet rood is. Het is roze kwart. Maar gewoon hoe die is geslepen, weet je wel. Ik zou deze zo kunnen vervangen in de steenderwijze stolp die ik heb. Nogmaals, voor de mensen die willen weten naar de werking. Roze kwarts werkt kalmerend bij verdriet en trauma. En bevordert empathie. Ik heb sommige stenen zeg maar meerdere keren. We krijgen zo ook heel veel roze amethyst. Want daar ben ik op dit moment echt geobsedeerd mee. Maar ook roze kwarts blijft een van mijn favorieten. Heel mooi lichtroze is deze. En hij heeft zoveel diepte. Als je hierin kijkt, is gewoon prachtig. En deze is dus zeg maar in allemaal verschillende hoeken gesneden. In een hele aparte vorm. Wel echt duidelijk een onderkant waar je hem op hoort te zetten. Ik vind hem echt gewoon heel erg vet. Heel erg mooi.
Oeh ja, deze steen, jongens. Oeh. Hiervoor, dit is een beetje een grappig verhaal. Ik had die dag een afspraak. Ik had deze... Oh, wacht. Het is zelfs zo'n 3 live sales, besef ik me nou. Maar ik weet nog heel goed. 1 live sale kon ik niet helemaal bijwonen. Maar ik wilde heel erg graag zo'n roze amethyst ster kopen. Want zoals jullie weten, manen en sterren zijn mijn obsessie. Dus toen ik deze zag dat ze die zou gaan verkopen, die wilde ik heel graag. Dus tijdens mijn afspraak ben ik naar de wc gegaan. Heb ik op de wc live sale geopend. Gevraagd of er nog een ster was. En of ik hem kon claimen. Dus op die manier heb ik deze ster weten te bemachtigen. Zo ontzettend mooi. Roze amethyst, zeg maar, wat het verschil is als je kijkt naar roze kwart. Er zit, zeg maar, meer diepte in. Meer verschillende tinten heel vaak. Wat ik tot dusver heb gemerkt, zeg maar, roze kwart is echt gewoon vaak 1 kleur roze. Roze amethyst, die heeft vaak glittertjes erin zitten en ook meer roze-paarsige tinten. Maar het verschilt heel erg. Ze kunnen ook heel licht van kleur zijn. Maar die hebben vaak wel meer glitters en zo erin zitten en meer kleurtjes. Wat ik tot dusver, zeg maar, heb gemerkt. Want ik kreeg de vorige keer op mijn vorige stenen unboxing ook roze amethyst. Amethyst is paars. Dat klopt. Gewoon amethyst is paars. Maar roze amethyst ziet er zo uit. Roze kwart zo. Want sommige mensen zeiden dat is roze kwart. Dat is niet. Maar in elk geval, ik heb deze prachtige ster. Ik vind hem heel erg leuk. Die kan je dan mooi rechtop zetten. Ik vind hem zo ontzettend vet. Ik heb zin om hem in het interieur te zetten. Deze vond ik zo cool. Dit was er weer zo eentje. Dat was niet de bedoeling. Ik heb hier wel een stand bij gekocht. Wacht, ik ga even graven. Dan ga ik de stand zoeken. Hier heb ik wederom zo'n doorzichtige met gouden stand bij gekocht. En dan kan je hem dus zo inzetten. Heel erg tof. En dit hart vond ik gewoon... Hij riep gewoon mijn naam. Want dit is ook roze amethyst. Maar zoals je ziet is deze wat meer peachy. Wat meer blushroze. En ja, gewoon gorgeous naar mijn mening. Hij heeft hier in de zijkant een soort ander gesteente er ook in zitten. Zoals je dat kan zien, hopelijk. Jullie krijgen natuurlijk close-ups. En aan de onderkant heeft hij ook meer dat je punten ziet. Zo ontzettend mooi. Ik vond de kleur gewoon heel erg mooi. Dit was echt het enige wat ze had. Dat zeg maar meer die peachy vibe had. En toen ik het zag, was ik echt van... Heb het nodig. Oeh ja, dit is volgens mij de duurste steen die in deze box zit. En ik vond deze zo cool, jongens. Want dit is ook roze amethyst. Zoals ik al zei, heb ik een beetje een obsessie mee. En roze amethyst is best wel een beetje prijzig. En zoals je kan zien is deze een flinke boy. Maar hier zo zit een gat aan de onderzijde. En die komt dus met dit statief. Dus dan zet je hem dan op. Ik vind het altijd een beetje eng als ik het omhoog hou. Maar in elk geval, ik hou hem zo eventjes vast. Maar je zet hem dus hier zo op. En dan heb je hem zo staand. Heel erg cool. Wel heel vaak, dat is met bijna elk steenbedrijf, zijn die houders zwart. Daar ben ik geen fan van. Maar die ga ik zelf binnenkort even goud spuiten. Gewoon met goudspray van de Action. En dan past het beter in ons interieur. Kun je natuurlijk ook gewoon wit of elke kleur die je zelf mooi vindt maken. Maar ik vind deze gewoon heel erg cool. Roze amethyst. Dus de hele steen, daar zitten allemaal glittertjes in. Dat is super moeilijk om vast te leggen op camera. De vorige keer heb ik daar ook heel veel moeite mee gehad. Deze stenen zijn gewoon echt zoveel mooier in het echt. Vooral met roze amethyst dus, omdat er allemaal glitters in zitten. En hierin heb je ook allemaal druzy pockets en wat meer kristallen in de hoekjes en zo. Het is gewoon echt gorgeous. Ik ben heel blij dat ik deze heb weten te claimen, want die wilde ik ook heel graag, deze. Oh, volgens mij ben ik helemaal vergeten roze amethyst te benoemen. Geeft een sterk gevoel van vrede en kalmte. Ik weet niet of er al iets voorbij was gekomen van roze amethyst. Maar dat is de werking. Hier heb ik weer een agaat. En deze is dus heel anders dan de eerste bestelling. Deze is meer een bruin-oranje kleur. Wat donkerder. En deze sparkelt echt de pan uit. Hij is zo ontzettend mooi. Er zitten allemaal kleine glinsterende steentjes over de hele voorzijde. Dit is wederom een agaat obelisk. Aarden, stabiliseert en beschermt. Heel erg mooi. Zoals ik al zei, deze komen in heel veel verschillende kleuren. Dus als dit niet je kleuren zijn, ze heeft altijd bij de live de laatste paar keer in elk geval had ze agaat. Zo mooi zijn deze dingen. Die glitteren zo erg. Ik denk dat Luc echt deze ook geweldig gaat vinden. Luc is dol op agaat. Dan ook, en volgens mij, en dit is dus een beetje lastig. Volgens mij zit er vuurkwarts punt. Maar ik heb dus vuurkwarts punt opgezocht en ik kon letterlijk niks vinden. Maar Diana had dit aangegeven als vuurkwarts. Volgens mij, nu ik het zie, is die telefoonhouder die ik als eerste liet zien ook van dezezelfde steen. Maar omdat ik het niet kon vinden op het internet, heb ik ook geen werking ervan. In elk geval heel mooi schattig puntje. Wel vrij prijzig voor dit kleine puntje, maar wederom ja, sommige stenen zijn gewoon goedkoper, sommige duurder. Maar ik vond deze echt heel erg mooi, want hij is vrij wit, maar er zitten allemaal streepjes doorheen en een beetje een blush donkerroze kleur. Super mooi ook. Ik ben echt blij met al die torentjes. Ik vind het heel leuk om dat in mijn interieur te werken. Torentjes zijn bij mij altijd goed. Dan hier zo zitten er zo
voelen nog meer torentjes in. Dit is zo'n zelfde die ik net had. Dit is ook zo'n vuurkwarts, want ik vond die gewoon echt heel erg mooi. Zoals je ziet, dus ook heel verschillend. Want deze stonden dus allemaal bij elkaar. Deze is veel meer een peachy kleur. Heeft veel meer dat roze-oranje kleurtje erin zitten dan de ander. Daar zit veel meer wit in. En dat vind ik dus het hele leuke eraan. Deze is een stukje groter. Heel, heel erg mooi. Ik kan hier echt oneindig naar blijven kijken. Deze zijn echt prachtig. Ook al kan ik vuurkwarts via Google niet vinden, vind ik het wel heel erg mooi. En ook heb ik deze Golden Healer punt. En toen ik deze zag, wilde hem gewoon hebben. Golden Healer punt, die heeft een krachtige werking als genezer met zachte, vredige energie. Heel erg mooi. Dus mooie geel-bruinige, rustige kleur vind ik. Oeh ja. Ik heb deze beauty. Deze had ik erbij besteld op de website. Kijk dan hoe gorgeous. Dit is een apophyliet, als ik het goed zeg. En deze werkt kalmerend. Geeft een gevoel van tevredenheid. Ik vind deze echt prachtig. Hij lijkt een beetje op de steen die ik helemaal aan het begin had laten zien. Maar deze heeft meer allemaal kleine glittertjes eroverheen. Wederom weer echt... Kijk, ik zou het gewoon zeg maar praktisch zo in mijn achtergrond kunnen zetten. Dit is echt de kleur waar ik tegenwoordig helemaal fan van ben. Een beetje die nude, peachy, blushroze kleur. Echt, ja, obsessed mee. Deze vond ik zo mooi. Toen ik hem zag op de website, heb ik hem dus bij mijn live sale bestelling afgerekend. Echt heel erg blij mee. En dit is ook echt, vind ik, een mooie om neer te leggen. Omdat hij van elke kant zo prachtig is. Dus dat is er eentje die ik waarschijnlijk op het dienblad bij onze eettafel ga leggen. Ik heb best wel wat stenen op onze eettafel op dit moment leggen op een dienblad. En er zijn altijd echt bijna iedereen die op bezoek komt voor koffie. Die zit er altijd echt tussen te kijken. En echt, oeh, wauw. Vind ik altijd heel erg leuk. Dan ook, ik ga de werking even niet meer zeggen. Want dat heb ik nu al heel vaak gedaan. Maar ik heb nog deze prachtige roze kwartspunt. Een vrij kleine. Die heel mooi een soort van ombre effect heeft. Hij gaat van iets donkerder roze naar boven toe in iets lichter roze. Echt heel erg mooi. En ook toen ik deze zag, wilde ik hem heel erg graag hebben. Dit was wel de duurste die ze tijdens deze live sale had qua amethyst toren. Want hij is, zoals je kan zien, echt heel erg lang. Vrij smal en lang. Dit is trouwens geen toren. Dit is een obelisk, als ik het goed heb. Want hij gaat zo... Hij loopt zeg maar kleiner uit. Een soort van... Je snapt wat ik bedoel. Zeg maar, dit is een punt. Dit is een obelisk. Want deze gaat zo... Als een soort huisje. En deze gaat een beetje in. Volgens mij is dat het verschil tussen een punt en een obelisk. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Maar ik vond deze zo ontzettend mooi. Deze gaat sowieso niet overkomen op camera. Deze is zo mooi. Zacht roze. Waarschijnlijk kan je dat wel zien. Maar deze heeft dus echt helemaal die glitters eroverheen. En ik kan het gewoon op geen enkele manier... op de camera zeg maar vangen. Ik doe altijd heel erg mijn best. Maar als je deze in het echt zou zien, het sparkelt echt de pan uit. Zo ontzettend mooi. Dus deze twee beauties heb ik. Zouden ook heel leuk bij elkaar staan met een derde. Je kan zeg maar wel in deze video's echt zien wat mijn favoriete kleur is met interieur. Ik hou heel erg van bruin, roze, peachy, blush roze. En dat zijn dus alle kleuren die ik altijd koop. Dan ook heb ik deze prachtige. Deze weet ik. Dit is een agaat telefoonhouder. Dus dit is wederom weer zo'n popsocket. Echt super, super blij mee. Ik ben de laatste tijd echt heel erg van popsockets. Ik doe ze overal op. Deze is dus van agaat. Er zit wel een beetje nog zo'n sticker residue op. Dus ik moet hem even even een sponsje overheen. Voorzichtig met wat warm water krijg ik er wel vanaf. En ik vond deze gewoon heel erg mooi. Met de agaat wit, met oranje. Heel erg vet. Ik heb echt letterlijk hoesjes besteld die er dan mooi bij zouden passen. Met ook een soort van stenen effect eroverheen. Dus die ga ik binnenkort dan heel mooi in elkaar zetten met die twee popsockets die ik heb gekocht van stenen. En dan alweer het laatste bundeltje. Volgens mij zitten hier twee stenen in. Ja, hier zitten er twee in. Als eerste, deze vond ik zo cool. Dit is gewoon normale amethyst, zoals je kan zien, paars. En ik vond deze gewoon oprecht prachtig geslepen. Als je deze in close-up ziet. Ik vind met roze kwarts en ook amethyst, als het is geslepen, ziet het er zo vet uit. Want die steen heeft gewoon zoveel diepte. Er gebeurt zoveel aan de binnenkant van deze punt als je er zeg maar in kijkt. Ook als je er iets van een zaklampje of een vaccinelichtje achter zet, dan zie je nog veel meer. Het is zo ontzettend cool. Dus ja, de enige paarse steen die ik dit keer heb gekocht, maar ik vond hem gewoon echt gorgeous. Ik weet niet zeg maar of ik hem misschien cadeau ga doen aan iemand of misschien ooit kan ik ook een kristallen winactie doen of zo. Of misschien zet ik hem gewoon in mijn eigen interieur. Ik weet het nog niet. Het is wel paars en ik heb bijna niks paars, maar ik vond hem gewoon zo bijzonder dat ik hem erbij wilde hebben. Ik vind hem echt prachtig. Oeh ja, dan de laatste. Dat is echt een big boy. Dit is echt een lekkere chunky toren als laatste. Dit is ook roze amethyst en zoals je ziet heeft deze heel veel paars tinten erin zitten en hij wordt ook vrij donker. Dat zou ik persoonlijk als de achterkant zelf doen. Ik vind dit meer de voorkant zelf met wit,
paars. Er zitten allemaal zeg maar ook vlekjes in een andere kleur. Hij is zo ontzettend mooi. En wederom roze amethyst. Dus hij glittert al over. Als je deze in het echt zou zien, zitten allemaal kleine glittertjes in. Het is echt prachtig. Nou, dat was dan alles voor deze extra video op de dinsdag. Dat we de stenen gingen unboxen. Ik weet dat het heel erg veel was. Ik weet dat ik het niet nodig heb. Ik denk dat ik mijn eigen stenenwinkel kan gaan openen als ik zo doorga. Maar ik word er gewoon zo ontzettend blij van. En ik vind het zo mooi en rustig in je interieur staan. En bij ons staan ze dus gewoon echt overal. Ze staan in de woonkamer. Ik heb ze ook op nachtkastjes staan. Ik word er gewoon heel erg blij van. Ik vind ze heel erg mooi om naar te kijken. Soms echt serieus word ik gewoon afgeleid. En dan zit ik gewoon echt, als je mij tegenkomt, zit ik dan echt gewoon 10 minuten zo naar een steen te kijken. Omdat ik hem super mooi vind. Dus ja, ik ben echt heel erg blij met weer al mijn aanwinsten. Was dit nodig? Nee, absoluut niet. Ik had er echt niet zoveel nodig. Maar ik word er gewoon heel erg blij van. Dus ja. Wat wil je nog meer? Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Wie nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes. Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, fanaccount, fanart. Kan van alles en nog wat zijn als je bij me opvalt. En wie weet zie je zelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat dan vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar één druk op die rode knop is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg!